Welkom bij Mysterieuze Misdaden, de Nederlandse versie van BuzzFeed Unsolved, waarin we Nederlandse moordzaken en mysteries bespreken. Deze keer hebben we het over de Bende van Nijvel. Maar voordat we beginnen, het blijkt dat meer dan 60% van de mensen die kijken niet geabonneerd is. Dus ja, als je even op de abonneerknop zou kunnen klikken, dat zou top zijn. Want anders dan komt Tadjula 's nachts bij je in bed liggen. En dat wil je niet. Oké, veel plezier met de video. Zo. Ja. Ik ben zenuwachtig. Dan ben ik gespannen. Dus dan moet ik even kraken. Dat is echt niet goed. Hoor je dat? Oh mijn god. Vandaag een hele heftige zaak wel eigenlijk. Dit is misschien wel een van de heftigste die ja. Er is in Nederland en Benelux en zo. Het is geen lopende nog, toch? Deze is niet opgelost. Dus dat betekent die mensen zijn nog steeds, bro. Ja. Ik moet al pistool aanschaffen, zie ik al. Want loop je zomaar dingen weer op boven water te brengen, gewoon. hoe noem je dat? Alkoeien uit sloot. Loop maar goed te doen. Oké. Nou, let's get it. Het is 13 maart 1982. Een wapenwinkel gevestigd in de Belgische stad Dinan wil gaan sluiten. Op dat moment krijgt de eigenaar van de winkel de schrik van zijn leven. Zijn winkel wordt door een aantal mannen beroofd van een geweer. Er vallen geen doden, maar de misdadigers vertoonden wel extreem agressief gedrag, aldus de eigenaar van de wapenwinkel. Dit is het begin van wat later bekend zal staan als een van België's meest beruchte misdadigersgroep, de Bende van Nijvel. In disrespect, maar klinkt als navel. Je komt zo meteen achter waarom het de Bende van Nijvel heet. Okay. Het is niet dat ze dat een coole naam vonden. Het publiek heeft ze zo genoemd. Mm. Snap je? Ze kwamen wel agressief, maar geen doden. Ze zijn professionele. Nou, wacht maar. Het wordt nogal heftiger. 1 jaar later, op 17 september 1983, is het bijna sluitingstijd bij de Colruyt supermarkt in Nijvel. Een paar minuten voordat de supermarkt sluit, stormt een bende van mannen binnen. Een koppel van een man en vrouw die avond kwamen tanken, werden bij deze overval neergeschoten. Ay no, mon kakamos. Ja, dat. Dat is bon kakamos. Ja, dat betekent. Ja, echt kut gewoon. Oh. Gewoon de gedachte van je gaat tanken en ze wordt gepopt. Ja man, onschuldige mensen gewoon. Dat is, toch, is toch moeilijk. Je wil niet eens tanken eigenlijk. Want... Je vindt het wel kut om te tanken. Ja. Tadjula die gooit dus altijd voor €20 aan benzine. Dat is wat wij doen in de hoed. Iedereen uit de hoed, laat even weten in de comments of je dat doet. Wij doen echt niet allemaal gewoon gelijk helemaal vol hoor. Gelijk niet. Je moet toch dan weer opnieuw binnenkort snel tanken. Het scheelt heel veel tijd. Ja, nu ik dit verhaal heb gehoord al, ga ik wel gewoon vol tanken. Zodat ik niet zo vaak hoef te tanken. Precies. Ook een gealarmeerde rijkswachtpatrouille werd beschoten. Een van de rijkswachters werd hierbij gedood. Het bleek later om dezelfde bende te gaan als bij de overval in Dinan. De bende kreeg door deze overval de naam de Bende van Nijvel. Mm. Maar ze zijn wel boos. Ze zijn echt boos. Geoverval. Ja. Boos. Ja man. Maar wat zijn ze voor afkomst? Gewoon Belgen of? Wat zijn het? Komen ze later achter? Misschien. Ah, ga door. Gedurende het jaar 1983 pleegde de bende maar liefst 10 overvallen. Sommige dodelijk, maar allemaal agressief en gewelddadig. Voor zover bekend was de Bende van Nijvel niet actief in 1984. Maar op vrijdag 27 september 1985 sloegen de leden van de bende harder toe dan ooit tevoren. Op die avond om 8:10 wilt wederom een supermarkt, ditmaal een Delhaize supermarkt in Eigenbrakel, sluiten. Op dat moment overvalt de bende de supermarkt en pleegt ook hier afschuwelijke daden. Bij deze overval vallen 3 doden. 20 minuten na deze eerste overval wordt er een ander Delhaize supermarkt in Overijse overvallen. Wederom door de bende van Nijvel. Hier vallen maar liefst 5 doden. Op één avond 8 doden door een overval van de bende. Dat had België nog nooit eerder meegemaakt. Ja, volgens mij geen enkele land in Europa, man. Zo hem. Ze lijken op rebellen, man. Ja, het is wel heel lijp. Maar ja. Het is dus ook lijp omdat ze niet per se heel veel geld stalen of zo. Ja, ze moorden meer dan dat ze... Ja. Oh. Lijp, een beetje agressief. Ja, heel erg.
boze. Ja, ik moet even die afkomst weten toch, want ik wou zomaar zeggen boze niks, maar misschien zijn het niet niks. Twee maanden na deze afschuwelijke avond wordt er op de avond van 9 november 1985 wederom een Delhaize supermarkt overvallen door de bende van Nijvel. Deze keer in Aalst. Waar twee maanden geleden 8 mensen om het leven werden gebracht tijdens 2 overvallen, gebeurde dit nu tijdens 1 overval. Maar liefst 8 onschuldige mensen worden gedood tijdens de overval in Aalst. Dit was de bloedigste aanslag die werd gekoppeld aan de bende van Nijvel. Fucked up hoor. Ja, zo fucked up. Echt fucked up hoor. Bro, goed, je moet beseffen. Waar was dit? Wat voor winkel was dit? Gewoon een supermarkt. Toch? Ja. Je haalt je kaas. Nee. Je halfvolle melk. Volle melk. Ja. Ik in mijn geval boodschappen voor mijn moeder doen. En waarschijnlijk met de boodschappenlijst die ik helemaal niet kan bijhouden. Gewoon, je weet toch, ik vergeet heel veel dingen. Ja, ik ook. En ik wil eigenlijk niet gaan. Ja, weet je wat dat heb? Dan kijk je die lijst en dan haal je dingen. En dan ben je helemaal achter in de supermarkt. En dan zie je opeens iets dat nog helemaal voor in de supermarkt. Terug, helemaal terug. Dan moet je helemaal teruglopen. Ja, dat doe ik dus niet. Dus dan ben ik het gewoon vergeten. En dan gebeurt dit bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is echt kut. Oh my days, bro. Je staat gewoon met kassa. Nee, man. Nee, dat kan niet. Wat zou je doen trouwens als er zoiets zou gebeuren? Ik zou denk doen alsof ik dood was. Ja, maar ik lig met de pad. Oh, je knipperde, man. Ik zeg je eerlijk? Nee, ik zat te denken aan iets. Oh. Ik ben bang, zeg maar. Mijn klinken zo gewelddadig dat ze zeg maar, klinken als mensen die dan daarna nog een keer zouden schieten. Omdat jij dit nu zegt. Op jou? Ja, oh, niet per se. Als je doet alsof je dood bent, dan is het nog... Ja, maar ja. Voor de zekerheid. Weet je hoe fucked up dat is als je daar ineens hoort? Schiet ze nog eens. Je ligt daar, je doet te doen alsof je dood bent. Ik denk, kaart dus, man. Zorg dat ze echt dood zijn. Oh, joi. Oh, oké. Okay. Merkwaardig was dat de overvallers ongeveer een half uur voor sluitingstijd arriveerden. Net voor de overval had de zwaar bewapende Rijkswachtpatrouille de opdracht gekregen om hun post te verlaten. Dit is natuurlijk erg verdacht. Want volgens een ex-Rijkswachtofficier diende de Rijkswachtbewaking tenminste tot sluitingstijd toezicht te houden. Hadden hogere partijen te maken met deze aanslag? Let's make a better place. For you and for me. Ja, dit maakt me emo, man. Oh ja, nee, komt goed. Of, eigenlijk niet, maar we gaan verder. Volgens onderzoek bestond de bende van Nijvel uit een soort harde kern van 3 mannen. Ten eerste een lange man die de overvallen leidde. Men noemde hem de Reus. Ten tweede was er een man die de meeste doden op zijn naam had. Hij was verantwoordelijk voor maar liefst 23 van de in totaal 28 moorden die de bende pleegde. Hij had de bijnaam The Killer. Tot slot was er vaak een oudere man aanwezig die meestal als chauffeur diende. Er zijn getuigenissen die doen vermoeden dat tijdens de laatste overval in Aalst The Killer is beschoten toen de bende van Nijvel wegvluchtte. 5 kogels waren gelost richting de vluchtauto van de bende, een Golf GTI. Politieagent Eddie Nevens schoot ook destijds op de vluchtauto en beweert zeker te weten dat hij raakschoot. GTI? GTI, ja. Nee, ik zit een beetje na te denken toch, want ik heb vrienden zeg maar in GTI, toch? Ik heb heel veel mensen in GTI. Ja. Dus ik probeer gewoon dus een beetje... Dus dat zegt niks. Oh, maar dat type mensen. Ja, ik probeer een beetje de type voor me te krijgen. Oké. Okay. Gek. Gek. Hij leefde echt Fast and the Furious, man. Ja, man. Nou, ja. Toch? Ja, nou wel heftiger eigenlijk. Daar schieten ze niet random mensen dood. Nee, alleen op elkaar, zeg maar. Ja, op slechteriken. Diezelfde avond zouden getuigen 2 mannen hebben zien staan in het bos, naast een Golf GTI, met een levenloos lichaam naast hun op de grond. Men vermoedt dat agent Eddie Nevens inderdaad raak heeft geschoten op The Killer. Ja. Dat denken ze dus. Dat denken. Je moet bevestiging denken. Ik denk dat hij dood is. Gee, hij komt ineens voor je deur. What's up? Maar kijk, ik ga nu vertellen waarom ze dat denken. Pas jaren later, tussen 27 september en 5 oktober in 2004, vindt de recherche 2 kogels op de plek
waar getuigen destijds de twee mannen zagen staan naast de Golf GTI met het levenloze lichaam op de grond. De kogels waren van een zeldzaam type machinegeweer, waarvan de bende er op 30 september 1982 een stal bij een wapenwinkel. Ze hebben machinegeweren. Ja. Ziek. Ja, gewoon zo. Ze komen niet. Wauw. Ja. Ze zijn op een missie. Ja, jammer. Oh, damn. Ze zijn op hef. Op een missie. Of zit ik vast? Ziek gepopt wordt. Vertel zo en ik was. Huh? Slippers. Vullen in een dikke bak. Rennen voor die brieven, nigga, elke dag. Ik promote dit niet trouwens of zo. Maar het past gewoon heel goed erbij, toch? Snap je wat ik even? Ja, ik snap wat jij wil. Oké, ga maar door. Hierdoor weet men vrijwel zeker dat enkele uren na de aanslag op 9 november 1985 de killer uit zijn lijden is verlost door de twee andere bendeleden. Ik waren het veteranen of zo? Ik weet het niet. Ze klinken echt als veteranen, man. Ja. Ja, broer. Denk je echt, zeg maar... Stel jij even voor, toch? Dat jij hun bent, toch? Ja. En jij bent de killer. Nee, waarom moet ik de killer zijn? Ik ben de killer. Ja, oké. Jij bent de killer. Denk je echt, ik ga je uit je lijden verlossen of zo? Dat weet ik niet. Als ik al toch al dood... Misschien zeg ik wel van, schiet me maar dood. Ja, maar dat is omdat je de killer bent. Je bent... Ja. Zou je dan niet schieten? Nee. Nee. Ook niet als ik het zou willen? Nee. Maar je bent wel allemaal andere mensen doodgeschoten. Moet je, ja, maar jij bent mijn Jigga toch? Moet je redden toch? Oh, mooi, thanks. Hoor. Dan gaan we naar het ziekenhuis. Gaan ja, maar dat kan dus niet. Ja, bro, maar ga je Jigga niet laten sterven? Toch? Je kan niet naar een ziekenhuis. Dan word je gepakt. Ja, maar dan, ja, dat is gewoon mission failed. Hey, fuck top, boys. Ewa, ja, was leuk, hè? Ja, maar ja, jij denkt zo, maar zij schieten random mensen neer in de supermarkt. Ik denk niet dat ze heel erg nadenken van, we moeten hem helpen of zo. Toch? En denken meer van, we moeten door. Ja, we moeten niet gepakt worden. Fuck top. Het is sowieso best wel egoïstisch om mensen dood te schieten. Dus het is ook best wel egoïstisch om gewoon zorgen dat je zelf niet gepakt wordt. Enkele uren na de aanslag in Aalst zien getuigen wederom iets vreemds gebeuren. Vlakbij het bos zien ze mannen een aantal zakken met spullen in het water gooien. Een jaar later vindt de recherche op diezelfde plek delen van de buit en wapens. Diezelfde avond, na de overval op 9 november, ontdekken motocrossers in het bos een stapel rommel dat in de brand is gezet. In deze stapel met rommel zaten onder meer wapentijdschriften, checks van de Delhaize supermarkt en handgeschreven notities van Claudine F., de toenmalige vriendin van de later verdachte Jean Bulteau. Gek, weet je wie ze mij doet denken? Nou? Die van Lucky Luke, die bandieten. De Daltons? Ja. Zouden ze echt beter de Daltons kunnen noemen. Okay, vind ik. Maar vermoorden die ook mensen? Ja, een tekenfilm niet, maar was wel de bedoeling. Oké. Okay. Gek. Maar wat denk jij? Jij denkt dat het veteranen waren? Dus. Ja, ik denk zeker dat het veteranen waren, man. Ik denk dat het gewoon random mensen waren die dat leuk vonden. Die boos waren op de maatschappij of zo. En op een dag dacht van, weet je wat? Jullie zijn allemaal fucked up. Ja, die gewoon kickten erop, weet je wel. Gekke mensen op aarde, man. Maar, ja, dat zeker. Dit wist ik niet. En dit is in België. Ja, man. Niet eens heel lang geleden. Niet eens heel lang geleden. Hoe bedoel je? Ja, Golf GTI SB. Ja. Was ik vertel nog die data. De laatste was in 85. Is er nog meer? Ja, er komt nog meer. Wacht. We hebben nog wat complottheorieën. Want ze hebben de daders nooit gepakt, maar er zijn wel een aantal theorieën. Zijn de daders nooit gepakt ook? Nee, dat zeg ik toch. Ze weten nog steeds niet wie het waren. Ik zeg dat tegen jou. Wij lopen zomaar al koeien uit de sloot te halen. Waarbij mensen gaan denken, onderzoek weer geopend. Door de YouTuber Stefan de Vries en zijn compagnon Tajula. Vandaag de dag is men er nog steeds niet zeker van wie deze misdaden pleegde. Wel zijn er een aantal verdachten in de zaak. Er bestaat een complottheorie dat de bende van Nijvel bestond uit ex-rijkswachters, Robert Beyer en Jean Bulteau. Zij zijn beide verdachten in deze zaak, maar ze zijn nooit opgepakt. Het is ook nooit opgelost, dus er zijn 28 mensen dit, ja. Toch? Ja. Maar de daden zijn never... Hebben ze geen camera's, G? Of iets? Nee, nou, ik denk het niet, maar waarschijnlijk hadden ze maskers of zo op. Maar hoe? Maar kijk, wel wat verdacht is dat de moorden zijn gestopt nadat die ene guy dus was geraakt, dachten ze.
Dus waarschijnlijk zijn ze toen gestopt, toen die ene is overleden. Maar hoe bestaat opsporing verzocht als dit soort dingen niet eens opgelost worden? Ja, ik weet niet. Ja, hoe moet je dat oplossen? Het enige wat ze weten is dat er gemaskerde mannen binnenkwamen die mensen gingen neerschieten. Meer weten ze niet. Maar ook op opsporing verzocht gebeurt dat en die worden wel gepakt. Altijd. 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 Broer, ja? ik zeg jou, sommige dingen willen ze niet oplossen, bro. Ja, maar sommige mensen denken dat het van hoger op was. Shit. Dat denken sommige mensen. Maar wacht. Gek. Andere theorie. Robert Beyer was een ex-rijkswachter. Dit kan verklaren waarom de Rijkswachtpatrouille op avond van de aanslag de opdracht had gekregen om hun post te verlaten. Jean Bulteau is ex-gevangenisdirecteur en op de avond van de aanslag is er van zijn toenmalige vriendin notities gevonden in de gedumpte brandstapel met spullen. Beide mannen hielden van een schietsport die werd beoefend in het bos. Ze kenden het bos dan ook maar al te goed. Ik weet niet wat ik van deze verhaal. Ik weet echt niet wat ik van deze verhaal moet vinden, man. Ik zeg je eerlijk. Maar ik ga verder. Je meen, je zit bezig dus. Er is nog meer? Ja. Gek. Nadat verschillende mensen met de reus waren vergeleken, leek er in oktober 2017 een doorbraak te zijn in de zaak. Het zou gaan om Christian B., een voormalig rijkswachter. Hij zou op zijn sterfbed aan zijn broer hebben opgebiecht, te maken hebben gehad met de bende van Nijvel. Met zijn slanke figuur en smalle gezicht voldoet hij aan de omschrijving van de ooggetuigen. Ook nam hij telkens verlof op de dag van een overval en was medeverdachte Robert Beyer een goede bekende van hem. Is daar bewijs van? Nou, ze weten wel dat hij het heeft gezegd, maar ze weten niet of hij het ook was. Hij zou het toch niet voor een grap zeggen als hij aan sterf is. Nog één ding, jongens. Ik was erbij. Ik heb het ook gedaan. Nog één laatste ding. Ik heb ze vermoord. Ja, nou nee, is een grapje. Shit, man. Dit is fucked up, man. Ik zou het ook niet, stel al was ik het, zou ik het denk ook niet zeggen op mijn sterfbed. Toch? Nee, toch. Je moet toch leuk herinnerd worden. Toch, ja. Toch, wanneer iedereen eindelijk bij elkaar is. Je houdt voor iedereen. Ja, man. Mijn ma zou weglopen. Maar ja, dat bedoel ik. Dat sommige moordenaars willen credits voor hun moord. Toch? Dat zei ik vorige week ook al. Ja. Ze willen niet goed zijn, man. Nee. Dus hij denkt gewoon van, ja, kijk, ik wil wel dat iemand ooit weet dat ik het was. Maar dat is wel hetzelfde naal. En dat is het juiste moment. Ja, want dan wordt hij niet gepakt. Nou, want hij gaat ergens anders heen. Ja. Naar de hel. Dat wel. Hoewel de zaak nog steeds niet helemaal is opgelost, leeft het op de dag van vandaag nog steeds. Mijn vraag is wel echt, waar waren ze zo boos om, man? Dat weet ik ook niet. Ze waren wel echt boos. Broer, je bent echt boos. Ik weet echt niet welke muziek hij luistert. Waarschijnlijk ook UK drill of zo, maar hij was echt boos, broer. 28, 23 op je naam. Ja, man. Deze man was de reality... Call of Duty, bro. Als je een 23 of een 28 killstreak hebt. Ja, maar dat is ook veel, hè? Dus hij kan nog sentry gun alles zetten en zo. Ja. UAV is in the air. Hoe denk jij dat het was dan? Denk je dat het die man was die dat zei? Ja, waarom zou je erover liegen? Weet niet. Nee, denk ik niet. Misschien een gekkie. Nee, hij is toch... Hij dacht ook, fuck it, jongens. Ja, ik ga toch al weg, dus... Hier heb je de waarheid, maar ja, ik ga niet slapen. Maar goed, die anderen weten nog steeds wie het is. Ja. Eentje is waarschijnlijk dood dan. En eentje is hij dan misschien. En die ander. Maar dan was hij misschien waarschijnlijk de leidinggevende of zo dan. Kan ook. Als het precies daarna gestopt is. En het wordt gewoon niet opgelost. Nee. Dan heb je het beste leven, man. Wat? Ik wist niet dat je echt weg kon komen met dingen. Nee. Oh. Daarom zeg ik, hun hebben het beste leven. Ze zijn ermee weggekomen. Ja. Huh? Bro, ze zijn toch niet gepakt? Ja, maar hoezo is het dan het beste leven? Omdat je eigenlijk niet mee weg kan komen. Mensen zijn er mee weggekomen. Dus hun hebben het beste leven. Voor hun. Breng dat je op ideeën. Nee. Broer, ik word gepakt. Geloof mij, bro. Ik had ooit een ongeluk gemaakt. Ik was naar huis gereden, broer. En dan ze bellen gewoon aan, kill.
Huh? Ja, ik weet ook niet. Ik denk dat ik zender heb in mijn auto of zo. Heb je iemand aangereden? Nee, ik had niet iemand aangereden, maar ik had een ongeluk. Gewoon een andere auto? Nee. Geen auto, maar ik had wel een ongeluk. Wat voor ongeluk? Een auto-ongeluk. Ja, maar... Met wat? Hoe ben je gebotst? Ja. Tegen wat? Oké, laat maar. Wij zijn ook een keer gebotst met de auto. Oh ja. Nee. Ja. Bro, ik leef veel met botsingen, man. Ja, maar ik weet het. Oké. Dank voor het kijken. Hey, peace out.